Ik ben 46 jaar. Ik ben geboren en getogen in Groningen. In een horecafamilie. Mijn ouders hadden een café, de Louis d'Or in Assen. Daarbij twee cafetaria's waar altijd wel leuk gekookt werd. Je kent de doorgekookte groene eieren en de huzarensalades en de eierballen en de carbonades en het levenspek en uien. Daar groeide ik in op. Martijn was een heel erg actief jongetje, heel erg tegendraads, eigenwijs, ben ik nog steeds. Maar ook heel lief en geïnteresseerd in alles wat met eten te maken heeft. Dat is altijd heel vroeg begonnen. Eén moment is mij altijd bijgebleven. De ossenstaatsoep op Vliegveld Eelde. Elke zondag gingen we daar eten, lunchen met mijn papa en mama. En dan kwam de oma met zijn ossenstaatsoep. En dat was ongelooflijk, het ging er nooit overheen. Maar ik mocht altijd een paar lepeltjes ossenstaatsoep. En het laatste wat een beetje gegeleerd was aan de zijkant van het bord. Dat nam ik allemaal op. En dan als je dat nou later terugkijkt, we hebben natuurlijk allemaal mooie termen bedacht. Umami bestond natuurlijk toen nog niet, hè? Maar nu kan je dat zo mooi eventjes een koppeling mee maken. Dus dat is Martijn. En Martijn die ging natuurlijk naar een mooie basisschool. En dan kreeg hij het advies: Martijn, jongen, je bent slimme jongen, dus jij mag naar het gymnasium. Nou, dat was vast voor Martijn echt een straf. En toen die tijd, Martijn vond het echt helemaal niks. Dus mijn prestaties waren ver beneden peil. En ik eindigde bij de school voor commercieel onderwijs. En daar ging ik algemene constructieve technieken doen. Nou, dat heb ik heel snel gedaan. Derde, vierde klas snel gedaan. Ook kopklas horeca gedaan. En daarna aan het werk. Begonnen bij Humphries in Groningen. Familierestaurant. Eigenlijk werken en eten voor allen bij Weva. Echt touringcar voor de Buttevaart. Dus heel veel volume. Daarna bij Humphries. Een conceptrestaurant met natuurlijk 5 voorgerechten, 5 hoofdgerechten, 5 nagerechten. Wat meer geleerd en er was een chef die heette René de Lange. En René de Lange zei: Martijn, als je echt het wil, moet jij naar Amsterdam. Dus Martijn, allemaal brieven geschreven van de Hopens wat de Walvis, Dikker en Thijs, Excelsior toen nog met Imco Binnerts. Het Amstel Hotel was natuurlijk heel erg aantrekkelijk, maar ook Le Quatre Canaton bij Wienand Vogel. En lang verhaal kort, ik eindigde bij meneer Vogel, bij Le Quatre Canaton. En daar is eigenlijk mijn carrière gestart, hè, op niveau. Begin heel lastig. Ik heb ook wel een gesprekje gehad van: nou, Martijn, je moet nu echt wel even je broek omhoog trekken, want het gaat natuurlijk niet helemaal goed. Maar daarna toch wel alles in de stroomversnelling. Toen zou ik naar Restaurant Vermeer toe gaan om met Gert-Jan Hageman te gaan werken. Maar Gert-Jan ging op dat moment naar Vreugd en Rust, naar Voorburg. Dat was natuurlijk een transfer die tijd wat best bijzonder was. Hè, want Gert-Jan was toch wel een beetje, ze zegt het Pietje Bel van de Nederlandse horeca. En dus naar Vreugde Rust toe met Gert-Jan. Na een tijdje liep dat niet helemaal oké. Toen kwam meneer Savelberg terug. En ik heb onder meneer Savelberg een hele mooie tijd mogen hebben. En daar heb ik echt wel met de heren Erik-Jan Fransen, Willem-Pieter van Dreumel. Mag natuurlijk Erik Jansen niet vergeten. En Christian van der Linden. Echt een hele mooie tijd gehad. Heel veel geleerd. En op een gegeven moment, na verloop van tijd naar het buitenland gegaan. Want ik heb ooit een boek gekregen van Mark P. White, White Heat. En zei: nou, Martijn, we geven je dit boek, want dan kom je toch nooit terecht. Nou, ik kwam er wel terecht. Dus niet in Harvey's, maar wel bij de Oak Room in Hyde Park Hotel. 3 sterren Michelin die tijd. Toch wel heel bijzonder. Ik heb daarnaast bij La Tanclair gewerkt, ook 3 sterren van Pierre Kaufman. Stage gelopen bij John Merton Race, 2 sterren, Le Ortolan. What It's In van Michel Roux, ook een tijd doorgebracht en op een gegeven moment terug naar Nederland. Waar ik eerst keukenchef werd bij Le Quatre Canaton. En later werd ik bijna aangereden op de fiets in Amsterdam door Gert-Jan. En toen eindigde ik bij de kas. En mijn kas, bij de kas, samen met Ronald Kunis en Gert-Jan zijn we in 2000 daar begonnen. Met een totaal nieuwe keukenfilosofie natuurlijk en dat was heel interessant. 7 jaar gewerkt en toen kwam Ierland. In Ierland is mijn grote stap geworden. Ik bedoel, heeft iemand gezegd van: als je springt, spring ver en hoog. En ik had natuurlijk wel wat mensen in mijn periode bij de kas, want het was ontzettend populair. En er kwamen heel veel mensen over de vloer, dus waren altijd wel heel veel gesprekken en flirts, hè, om het zo maar te zeggen. Maar nooit echt op ingehaakt. En toen via Chile van Koevoorde kwam ik dus terecht bij het Cliffhouse Hotel in Ardmore. En de rest is wel een beetje geschiedenis. Heb ik de afgelopen 13 jaar gewerkt. Cliffhouse is een 39-kamer hotel, 5 sterren, ook relais, een chateau op dat moment.
En daar was ik verantwoordelijk voor de keuken. En binnen 14 maanden Michelinster. De eerste buiten Dublin tot die tijd. Dat was heel bijzonder. In combinatie met de financiële crisis op dat moment kregen we echt de wind in de zeilen. En toen zijn we alleen maar gaan groeien. En het bedrijf groeide om mij heen. Dus dat betekent dat er alleen maar lagen onder mij werden bijgevoegd. En ik eindigde afgelopen jaar als director of food and beverages. Een bedrijf met vier grote hotels. En toch wel verantwoordelijk voor een behoorlijke afdeling. Als je als mens niet verandert, hè, in de jaren, dan heb je niet geleefd. Hè. En in Ierland kom je toch aan een andere cultuur. Mensen leven op een andere frequentie. Ik vind de cultuur liever. Er is wat meer marge. Hè. Dus touchy-touchy, feely-feely. Niet alles is afgemeten. Niet alles wordt gemonitord. Niet alles. En dat is een verstikkende omgeving. Hè. En ik zeg niet dat het fout is. Hè. Nederland is een heel georganiseerd land. En we zijn heel erg van de cijfertjes en dingen meetbaar te maken. En dat ga ik juist niet doen. Zo kwam ik ook wel naar Ierland toe, maar daar kwam ik nergens mee. Dus ik zei ook wel van nou, toen ik naar Ierland toe kwam, was ik zo flexibel als een marmeren plaat. En nu ben ik zo flexibel als een tuinslang. Dat betekent niet dat ik mijn doel uit het oog haal, maar dat zijn andere manieren om het te bereiken. En wat ik nog meer meeneem is dat diversiteit belangrijk is. Dingen moeten niet te afgemeten zijn. Je mag best rijk zijn in wat je doet. Je mag ook best laten zien wie je bent. Je mag best emoties tonen. Dat hoort ook bij wie je bent. Je moet je aanpassen aan je omgeving. Maar ook de omgeving bij wat jij doet betrekken. En dat neem ik wel heel erg mee. En nogmaals, het zijn allemaal geen gekke dingen. Het heeft ook te maken met persoonlijke ontwikkeling. Dat is puur op mij geprojecteerd. Ook uit mijn verleden. Ik kom natuurlijk uit militaire regimes. Waarin de keukencultuur was van, nou, dus militaire diensten wordt voor je gedacht. En dan op een gegeven moment moet je daar toch een aanpassing aan maken. En ik ben blij dat ik in Ierland heb gewerkt. En ik ben blij dat ik dat op een hele positieve manier heb kunnen afsluiten. En ik zie er heel erg naar uit om dat ook hier in Nederland te doen. Maar ook weer te leren van mensen met wie ik ga samenwerken. En om daar ook weer stappen mee vooruit te maken.